heet De man die niet begraven wilde worden. En ze schrijft voor de boekenpagina's van De Morgen in België. En aan haar het woord. Dankjewel. Goedenavond. Ik heb een klein stukje geschreven over zelfkritische stem hier in Nederland. Lang hebben wij uw zuiderburen naar u opgekeken. Nederland heeft heel lang de maat van veel bepaald in Vlaanderen. Nederland was Vlaanderen een schietsland als het nu ging over de opvatting over seksuele vrijheid, het maken van goede televisie en muziek, dierenrechten of het multiculturalisme. Zelfs de taal die wij spraken kwam nog niet eens aan de enkels van het Noord-Nederlands. Vlaanderen volgde u gedwee in de weg die u aanwees. Maar op een mooie dag was ook dat gedaan. En nu lijkt het alsof de rollen zijn omgekeerd. Zo is het opvallend dat jullie voorlaatste regeringsvorming wel heel lang heeft geduurd. En dit geheel tegen uw gebruik in. 127 dagen lang werd er over en weer gepalaverd. Jullie versleten niet minder dan 7 formateurs om tenslotte met een regering op de proppen te komen die gedoogsteun kreeg van de blonde man. Wat dat betreft moeten wij ons geen zorgen maken. Wij hebben een record dat staat als een kathedraal. Maar liefst 551 dagen heeft onze laatste regeringsvorming geduurd. En u hebt nu pas uw blonde man in de kamer. Maar Vlaanderen heeft al decennia lang Philip de Winter. Met politieke correctheid hebben wij al heel lang afgerekend. Wij durven de problemen ook te benoemen. En tegenwoordig maakt Vlaanderen ook betere muziek. En de Vlaamse film verovert de wereld. En toch is er iets waar Vlaanderen u om benijdt. U hebt namelijk iets wat wij niet hebben. U hebt mondige, zelfkritische Nederlanders van moslimorigine. En daar zijn ze in Vlaanderen zo jaloers op. Geen Ayaan Hirsi Ali bij ons, geen Hafid Bouazza, geen Afsin Elian. Weet u dat deze zelfkritische Nederlanders van moslimorigine op dit ogenblik jullie populairste intellectuele exportproduct is? De Vlaamse publieke opinie leest hen heel graag. Ook de schare niet-politieke correcte schrijvers, politici en opiniemakers vechten om jullie zelfkritische Nederlanders van moslimorigine te mogen citeren, ernaar te kunnen verwijzen, ermee op de foto te gaan, zodat ze in ieder geval uit eerste hand de bevestiging krijgen van wat ze al heel lang vermoeden. De anderen, de moslims, deugen niet, want kijk, ze zeggen het zelf. Het Vlaams Belang heeft heel wat gehad aan de uitspraken van Bouazza en Hirsi Ali. En Afsin Elian heeft zelfs een essay geleverd voor een boek over de islam, samengesteld door een Wim van Rooij, een man die zonder een krimp te geven het idee opperde om moslims in heropvoedingskampen manu militari de verworvenheden van de verlichting bij te brengen. Vlaanderen heeft nu wel een handvol schrijvers van niet-Europese afkomst, maar op de eerste zelfkritische Belg van moslimorigine is het nog even wachten. Dit gegeven zou gevonden als fressen moeten zijn voor de iets wat ondernemende kunstenaar. Want dit is niet meer en niet minder dan de ontdekking van het gat in de Vlaamse markt. In tijden van crisis en kommer zijn zulke gaten zeldzaam en dit is er eentje dat donker naar ons gaapt. Iemand moet springen, iemand moet de eigen markt beschermen, geen import meer, maar de eigen zelfkritische moslim-intellectueel eerst. En wanneer het zover is, zal Vlaanderen de koning te rijk zijn. En de zelfkritische moslim-intellectueel ook. Dank u wel. Afdeling Hakim, net al die tijd gewoon met een droge mond weer laten doorpraten. Ik hoorde een stukje van een radio-interview met je.
En daar werd heel tragisch eigenlijk gesteld dat jij de eerste, de eerste schrijver van autochtone afkomst was in Vlaanderen. En je praat daarover alsof dat ook regelmatig tegen je wordt gezegd. Is dat echt vastgesteld officieel? Of hoe werkt het? Hoe werkt het? Nee, maar het is wel een feit dat, in tegenstelling tot Nederland, wij in België en Vlaanderen heel lang hebben moeten wachten tot de eerste schrijver of schrijfster van niet-Vlaamse origine durfde zich kenbaar te maken. En op een gegeven moment is dat dan wel gebeurd. En de Vlaamse media is daar niet zo, is dat niet gewoon. En men schrikt daar een beetje van. Dat wordt een beetje bekeken als iets heel raars. En je krijgt heel veel aandacht door het feit dat je inderdaad publiceert, dat je schrijft. Omdat het iets ongewoon is, men kent het niet. En dan moet je voortdurend inderdaad gaan verantwoorden waarom je dingen schrijft, waarom je doet wat je doet. Vanuit welke inspiratie, met welke doelstellingen je schrijft. Je wordt inderdaad bijna sociologisch, antropologisch ontleed, omdat je toch maar een heel raar dier bent. Je zegt helemaal aan het begin, ik wil gewoon meer weten over die aandacht, maar je zegt helemaal aan het begin. Je zei niet van het heeft lang geduurd voordat er een schrijver van niet-Vlaamse origine was. Je zei het heeft lang geduurd voordat er eentje was die zich kenbaar durfde te maken. Waarom is dat een kwestie van je kenbaar durven maken? Omdat je beseft heel erg als schrijver met een niet-Vlaamse achtergrond, dat je beseft heel goed dat wanneer je inderdaad in de publieke arena stapt, dat je niet zal worden gepercipieerd in eerste instantie als een schrijver of een schrijfster toekoor die haar ding of zijn ding doet, maar je wordt in eerste instantie gepercipieerd als lid van een grote gemeenschap die op dit moment heel erg in de debatten of de publieke opinies beheerst, vooral met negatieve zaken. En je wordt dan geacht om dan als een soort spreekbuis bijna die gemeenschap te gaan vertegenwoordigen, terwijl heel veel schrijvers daar helemaal geen zin in hebben. Die willen gewoon hun verhaal opschrijven of hun kunst maken en punt. En ze willen op die kunst worden aangesproken en niet op het feit dat ze nu Rashida of Rashid heten. Dat doet er niet in. Dus toen jij, wanneer publiceerde je voor het eerst iets wat veel aandacht kreeg? In 2008. Dat was je bundel? Of? Dat was een kort verhaal. En was dat toen dus ook voor jou echt een overweging bij de beslissing om dat wel of niet te doen? Dacht je van, als ik nu ga publiceren, dan krijg ik dat over me heen? Ja, en daarom dat het ook zo lang geduurd heeft vooraleer ik effectief heb gedurfd om gepubliceerd te worden. Dat is je eigen twijfel geweest. Hè? Heel erg eigen twijfel. En, maar dan heb ik mezelf ook de vraag gesteld van, ja kijk, als je inderdaad wacht tot het klimaat, zeg maar, goed genoeg is, ja, dan kan je nog heel lang wachten. Hè? Ja. Maar het was in die zin dus een hele afgewogen stap. Ik hoor al vaker van mensen dat ze dit merken, hè? Als ze dus naar buiten treden en een bepaalde afkomst hebben, dat ze daar worden aangesproken. En dan hoor ik vaak van, weet je, dat het ze overviel. Maar je hebt eigenlijk er naartoe geleefd. Heb je er ook op voorbereid? Dacht je van, en als het dan gebeurt, ga ik dit of dat zeggen? Nee, je kan er misschien wel op voorbereiden, want dat heb ik niet gedaan. Ik heb op een gegeven moment heel erg duidelijk de keuze gemaakt voor mezelf van, ik wil eigenlijk schrijven al van toen ik 6 was. Ondertussen was ik al een stuk in de 30, dus ik dacht, ja goed, dan moet het nu gebeuren of je mist de boot. Ja, je schreef wel natuurlijk, maar ja, je hield erbij. Ja, en toen heb ik voor mezelf beslist van, kijk, ongeacht wat de publieke opinie of wat de reacties gaan zijn, ik wil dit doen en we zien wel. En ik probeer mijn, en ik dacht, zo naïef was ik dan wel, om te denken dat ik dat kon doen, dat ik kon schrijven zonder al te veel toe te laten wat daar buiten gebeurt. Ja, dat is niet gelukt? Ja, dat lukt niet altijd. Dat is heel moeilijk. Hoeveel ongepubliceerd oeuvre is er eigenlijk uit die eerste 30 jaar? Een heel klein stukje. Ja? Nee, natuurlijk niet. Nee.
Ik heb wel veel geschreven toen ik heel jong was. Maar op een gegeven moment was ik ook lucide genoeg om te beseffen van... ja, hier zit geen brood in. Toen al, omdat ik toen al zag wat het profiel was van de schrijver. In mijn tijd. Dan spreek ik over een tiental jaar geleden. En het profiel van de schrijver, dat was blank en dat was hoogopgeleid. Maar is het, en mannelijk vooral. Is het mooi wat je gemaakt hebt en toen niet naar buiten hebt gebracht? Ja, dat kan ik moeilijk veroordelen. Dat kan ik niet. Nee, dat, nee. Kan je nooit van iets wat jezelf hebt geschreven? Op het moment dat je schrijft, denk je dat je meesterwerk schrijft. Dat is raar. Ja. En je leest het de dag erna en je denkt van, help, wat is dit? Je moet gewoon verdwijnen. Ja. Dus, nou ja. Toen heb je gepubliceerd, je zegt er zijn nu een paar meer, dus je bent niet meer helemaal alleen in Vlaanderen hierin. Spreidt dat een beetje die aandacht? Ja, het spreidt. Kijk, het treedt een verbinding op, word je minder exotisch? Ja, inderdaad, van het moment dat de nieuwigheid eraf is, ja, dan verslapt de aandacht wel wat, denk ik. Hè. Maar, en dat is ook een valstrik. Dat kan negatieve repercussies hebben, want dan... Een schrijver moet zich vooral laten leiden door zijn eigen drive, door hetgeen dat hij zelf wil en niet door wat de publieke opinie zegt of denkt of van hem verwacht. En dat is een beetje de val waar een paar schrijvers dreigen in te stappen. Hè. Dat je inderdaad het ene moment heel veel aandacht krijgt, misschien zelfs om de verkeerde redenen. En een paar dagen later, of bij het volgende werk, dat die aandacht veel minder is. Ja. En dat veel schrijvers zich daardoor laten ontmoedigen. En dat is natuurlijk wel... Maar een aantal schrijvers, dat dreigt bij jezelf helemaal niet? Dacht je niet bij al die reacties, pro, contra, sloop het er bij jou helemaal niet in? Dat je ging cateren eigenlijk voor het publiek? Wat bedoel je? Je zegt, het kan negatieve repercussies hebben. Een aantal schrijvers heeft daar last van. Dat ze eigenlijk meer bezig zijn met wat het publiek van ze verwacht dan wat ze zelf willen maken. Hoe geldt dat voor jezelf niet? Ik probeer dat tot een minimum te herleiden. Ik kan niet zeggen dat ik daar helemaal immuun voor ben. Dus je houdt sowieso ook of je nu wil of niet. Hè, want die grote autonomie van de schrijver of de kunstenaar, dat is ook allemaal heel erg relatief. Maar je probeert het toch tot een minimum te herleiden. Maar wat ik wel zie bijvoorbeeld, ik ken een schrijfster in België die net om dat soort van kritiek te counteren... Hoe heet deze schrijfster? Nadia Dala. Ik weet niet of je haar... En net om die kritiek te counteren of op om dat stigma te ontwijken vooral van de allochtone schrijfster, dat wil ze absoluut niet hebben. Heeft zij een boek geschreven dat volledig los staat van wat zij eigenlijk had willen vertellen. Het is een verhaal dat op geen enkele manier gelinkt kan worden aan haar achtergrond of wie zij is. En dat valt wel heel erg op, omdat dat een hele krampachtige... En hoe weet je dat? Is dit jouw vermoeden of analyse? Omdat ik daar met haar over heb gesproken en... Zij heeft me dat ook heel erg uitgelegd. Dat een bewuste keuze is geweest. Dat het een soort strategie is om dat stigma in eerste instantie te vermijden en om te laten zien, maar kijk, ik kan ook zoals jullie zijn, ik kan ook schrijven over Jan en Beatrice en over dingen die helemaal niets te maken hebben met heel die beladen achtergrond. Heb jij wel eens iets gedaan of gezegd of geschreven waarvan je achteraf denkt, eigenlijk was ik daar aan het kiezen? Nee, ik heb vooral wat de eerste schrijver hier gezegd heeft. Ik schrijf vooral over dingen die mij heel erg na aan het hart liggen. En ik weet niet hoe het in Nederland is, maar in België hebben we heel dat debat of heel die discussie over identiteit en de vraag van waar pas je in en hoe maak je die overgang tussen de ene cultuur naar de andere en wat behoud je, wat laat je los. Dat zijn vragen die heel erg leven en die ik in mijn werk heel graag wil exploreren. En dat doe ik ook gewoon. En het gevolg is dat je dan inderdaad heel vaak wordt teruggepind op die achtergrond, hè, want dan word je inderdaad... Ik ben eigenlijk toch benieuwd naar, is dat dan ook ergens een last? Want als we zijn net ook... Ja,
je moet tegenhanger zijn. Er is zoveel aandacht voor in de media, dat het brengt bijna een plicht met zich mee om een ander geluid te laten horen. Is het iets wat je graag doet of is dit ook plicht bij jou? Nee, het is in eerste instantie iets wat ik al heel lang doe en wat ik met heel veel liefde en heel veel Maar dat het zo specifiek weer rond die identiteit en zo gaat. Ja, omdat dat dingen zijn die heel erg acuut zijn. Dat zijn vraagstellingen die nu leven, waar ik mijzelf ook heel erg mee bezig hou. Het speelt niet alleen maar in die grote samenleving daarbuiten, maar het is effectief ook iets wat bij mij heel erg aanwezig is en wat leeft, omdat ik zelf een eerste generatie Marokkaanse ben. Hè. Dus ik ben op jonge leeftijd naar België gekomen. En die, hoe oud was je? Ik was 2 jaar. En die hele migratiecontext doet toch wel iets met een mens. En dat wil je dan vormgeven in je geschriften. Of je probeert het op een andere manier tot uiting te brengen. Maar voor mij was dan schrijven dan de manier om dat vraagstuk van naderbij te ontleden. En ook om daar een beetje afstand van te kunnen nemen. Wat is het belangrijkste verschil tussen jou en de mensen die je net noemde? Ayaan Hirsi Ali, Afshin Elian, Hafid Bouazza. Wel, ik denk dat ik niet zo furieus ben als hen. Ik denk dat zij enorm boos zijn en dat op een heel ongenuanceerde manier tot uiting brengen. En ik ben ook wel verontwaardigd over bepaalde zaken die zich afspelen, maar ik probeer toch nooit de nuance uit het oog te verliezen. Ja, er zijn zoveel dingen. Hè. Ik vind het bijvoorbeeld schrijnend dat, en dan spreek ik over de situatie in België, dat we in België, in Vlaanderen, een onderwijssysteem hebben dat tot de wereldtop behoort. Dat is onderzocht door allerlei internationale instanties. En wat blijkt, het onderwijs dat kinderen van niet-Belgische afkomst krijgen, is niet goed. Die kinderen hebben een enorm grote achterstand. Dus dat wil zeggen dat wij een onderwijs hebben in Vlaanderen dat niet gericht is of niet gemaakt is of niet aangepast is aan die kinderen, waardoor dat die kinderen een achterstand oplopen en waardoor dat ze in de samenleving komen met een enorme achterstand. En dan zit je eigenlijk in een vicieuze cirkel waar je niet uit kan komen. Waarom zou je daar niet furieus over worden? Ik ben verontwaardigd daarover. Maar furieus? Maar furieus, nee. Daar doe je niet aan. Nee. En waarom denk je, want je prijst Nederland sarcastisch voor de aanwezigheid van die critici hier en het ontbreken in Vlaanderen. Hoe komt het, denk je, dat die stemmen hier wel klinken en in België niet? Is dat omdat België beschaafder en genuanceerder is, verontwaardigd in plaats van furieus, of loopt hier gewoon achter? Nee, ik denk Het debat is denk ik iets virulenter daar in Vlaanderen dan hier. En dan wat ook die eerste dichter of schrijver zei, je hebt een tegenstand tegen een bepaalde groep van mensen of tegen mensen met een bepaalde opvatting of met een bepaalde geloofsovertuiging. En dan komt daar automatisch reactie op. En dan sluit je de rangen. En dat is denk ik wat een beetje wat gebeurt in België ook, dat je inderdaad in een samenleving zit die heel vijandig is en die heel erg hard is en die ongenuanceerd een bepaalde bevolkingsgroep ook heel erg aanvalt op alles wat ze doen en wat ze zeggen, dat er heel weinig ruimte is om inderdaad kritisch te zijn, om die kritiek in de publiek of in de openbaarheid te brengen. Je denkt dat in Vlaanderen misschien sommige mensen wel ook van binnen de, van met een islamitische achtergrond, zulke verre ideeën hebben. Maar dat ze terug, maar je denkt dat ze terug, misschien terughoudender zijn, omdat je dan al snel in de hoek van het famous blok zit, of belang. Het probleem is ik heb niks tegen kritiek, hè. Ik vind kritiek levensnoodzakelijk, maar wat ik een aantal opiniemakers, zoals degene die ik genoemd heb, verwijt, is dat ze dat ongenuanceerd doen en met de botte bijl in feite. Ja, en ze laten zich misbruiken, dat is eigenlijk waar je ze van beschuldigt. Wel, ze gaan in ieder geval mee in een bepaald discours. Hè. Want als ik bijvoorbeeld, ik weet niet, je verwees naar
radio-optreden dat ik had in België. En daar werd mij ook wat vragen gesteld over geloof enzovoort. En ik denk dat heel veel luisteraars hadden verwacht dat ik heel radicaal zou zeggen, ja, voor mij hoeft het allemaal niet, het is voor mij, dat is een afgesloten hoofdstuk, daar doe ik niet aan mee. En dat is niet wat ik heb gezegd op de radio. En voor duidelijkheid, dat je waar niet aan mee zit? Aan bijvoorbeeld de Ramadan. Oké, okay, ja. Aan bepaalde andere dingen die te maken hebben met de islam en met de rituelen enzovoort. En omdat ik daar niet heel categoriek heb gezegd van ik doe daar niet aan mee, of dat is iets wat ik afgesloten heb, wat men verwachtte van een vrouw geëmancipeerd, die niet schrijft en die als juriste werkt enzovoort, daar verwacht je natuurlijk van dat die inderdaad zich emancipeert, maar ook zich emancipeert van die godsdienst en zich emancipeert van haar gemeenschap. En omdat ik dat niet heb gedaan, waren de reacties heel erg vijandig. Was het inderdaad van, ja kijk, dit is iemand, werd ik eigenlijk in het kamp gezet van Sharia for Belgium, ik weet niet of u de organisatie zeker kent. Je hebt hier jezelf genoemd van de Sharia. Dat waren dan de reacties van de luisteraars, van ja kijk, dit is die mevrouw, ja, die is nog veel erger dan die gasten van Sharia for Belgium. Ja, omdat zij openlijk is en jij bent ons stiekem aan het. Ja, voilà. En dat vond ik wel heel erg kenmerkend voor het klimaat in Vlaanderen. Ik weet niet of het in Nederland ook zo is, maar je moet in een bepaalde tendens meegaan in een bepaald discours en dan ben je met ons of je bent tegen ons. En dat is blijkbaar geen middenweg. Raakt het genoeg? Dat soort dingen. Ja, ik vind het wel. Ik vind het onaangenaam, maar. Dus het gaat mij niet beletten om te doen wat ik moet doen. Maar onaangenaam, maar pijnlijk steken of onaangenaam afzuigen? Ik denk dat ik daar ondertussen wel een olifantenhuid aan het ontwikkelen ben. Ja. Wat geen slechte zaak is. Ja. We gaan even luisteren naar iemand die, voor zover ik weet, geen Marokkaanse achtergrond heeft. Toch? Kunnen we iets onthullen? Nee. Namelijk Raoul.